boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video van FC25. Het is de tweede video van FC25. Eerst en vooral wil ik jullie guys graag uitnodigen. Ik weet niet of ik vrijdag ga streamen zoals vorig jaar, maar ik ga vrijdag waarschijnlijk streamen. Dus als ik geen stream doe, is het gewoon een FC25 video. Dus we gaan nu FC25 spelen. Op dit account. Als je hierboven ziet, hebben we wat transfers voltooid. Dus ja. Het is vandaag dinsdag. En dit is de tweede FC25 video. Let's go. We gaan straks onze rewards hebben doen. Ik heb al wat gespeeld ook. Het is nu zondag dat ik deze intro opneem. Maar ik heb op zaterdag ook nog opgenomen voor deze video. Dus het is nu dus zondag en we hebben subiet onze rewards. Allee, in de video komt straks de rewards van de squad battles. De squad battles zijn van iets zoals jullie weten. Ik heb goud 1 of goud 2? Goud 2 rewards. Dus een 5x75 en een megapakket. Omdat ik nog maar geoefend heb op semi-prof. Maar de team dat ik nu heb staan, kun je echt op professioneel spelen. Dus ga ik weer rewards. En we doen zo slecht. Let's go. En op FC24 denk ik dat we elite 1 rewards hebben. Dus let's go. Oké. Het is nu de tweede video van FC25. En we hebben visueel effect doelpuntenpakket. En we krijgen grijs. Ik heb dus al een potje van de draft gespeeld. Ik moet er nog 3 spelen. Het eerste potje zijn we met 36-0 gewonnen, denk ik. Met 36-0, let's go. Oké, boys en girls. Het is 7:15 s'avonds. Ik was eventjes nog in mijn bed gaan liggen. En ik had niet door dat het al 7 uur gepasseerd was. Maar we gaan eens zien welke content dat er vandaag uitgekomen is. Sorry, ik had een klein dorstje. Ja, let's go. We gaan eens zien welke content dat eruit gekomen is. Het zal waarschijnlijk geen promo zijn. Die heb ik al geclaimd. Heb ik nu terug. What the fuck? Dat zijn nog packs. Verfpakketbeleiding. Let's go. En 2x75 plus. Let's go. Zie je geen walkout spits. Argentijns. Trendyol Super League, dat is die kaart hier, denk ik. +82 kunnen we afstrepen. Dus we hebben +82 kunnen afstrepen. Let's go. En we gaan eens zien wat er van doelstellingen nieuw is. World Tour Robert Sanchez. Krijg per wedstrijd niet meer dan 1 doelpunt tegen in 5 verschillende wedstrijden. Maak je 3 doelpunten met een geplaatst schot met speler uit de Premier League. 2 doelpunten per wedstrijd in 4 verschillende squadwedstrijden. En 7 wedstrijden met 6 Spaanse spelers. Wauw, moet lukken.
Oké, let's go. Oké, boys and girls. De eerste draft van FC 25 is klaar. En we hebben de laatste pot met 31-0 gewonnen. Zoals ik al in de vorige video zei, het was op beginner. Omdat ik gewoon puur voor doelpunten nu aan het denken ben. En we hebben een premium goudpakket en een premium jumbo goudpakket. Maar eerst gaan we nog eens naar doelstellingen kijken, want we hebben 2 mijlpalen voltooid. Eerst assistmeesterschap, we hebben 150 assists gegeven. En wat is afrondingmeesterschap? We moeten nog 36 goals maken voor de 250 goals te hebben. Dus we hebben nu een paar pakketten in de winkel staan. De eerste deel zijn we gaan de speelpakket 75 plus en dat zit in Segrova 79. Oké. Dan stadion, stoel, verfpakket en dat is in. Je weet, let's go. En natuurlijk zwart ook, let's go. Oké. Premium gaat de speelspakket en dat is in. Ik denk niet dat dat walkout is, rechtsachter, nieuwe zee. En weer zelf, wie is dat? Van Shadow Rain, dat is geen walkout, dat is. Wie werd dat? Let's go. Premium goudpakket aan zit in. Oeh, Korea. Kan direct in mijn team, denk ik. Premium jumbo goudpakket aan zit in. Geen walkout. Cam. Pools. Daniel Super League. Wie is al dat? Fenerbahce. Simanski. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben terug 2 packs. Zelfs aan speler 75 plus en dat hij in. Adama Traoré. Zou ik die op rechts midden zetten? Ik weet het niet. Adama Traoré. Toen is er even kans gekomen. Let's go. Oké, boys and girls, het is zaterdagochtend en we hebben al 0-5 gewonnen en we zitten aan goud 1. Elite 3 gaan we niet meer halen. Het zal zelfs nog moeilijk worden voor goud 1 te blijven. En we hebben bij doelstellingen niet voltooid, met mijlpalen. Veldtrofee item. Let's go. Hoeveel goals moeten we nog maken? Allee, moet ik nog maken. Nog 26. Voor een 100k pakket. En hoeveel assists moet ik nog geven? Nog 20. Nog 120 voor een zeldzaam megapakket. En nog. Nog 220 voor een 100k pakket. Dus ja, dat zullen we wel halen, denk ik. We moeten nog 1 potje spelen voor nog 150 SP. En bij 50 SP krijgen we nog een player pick. Een van drie zeldzame harde spelers, dus ja, let's go. Oké, boys and girls, we hebben mijlpalen voltooid.
Tifo Stadion pakket, let's go. En we hebben nog voltooid met seizoen of zo. We zitten al op 2400 SP. Let's go beloning claimen. Player picky. Nou, we gaan voor Richarlison, dan kan ik mijn table versie. Verkopen ze. En dan hebben we ook nog Tifo's pakket, let's go. Milano FC, dat is AC Milan. Let's go. Oké, boys en girls, we hebben wat dingen voltooid. We hebben nu een Tifo Stadion pakket. En een 3x75 plus. Dus zouden we vandaag onze eerste walkout pakken? Ik weet het niet. Eerst gaan we Tifo's pakket even doen. En Madrid CFF. Let's go. En nu, boys and girls, de 3x75 plus. En dat zit in. Geen walkout. Zou het een borderspeel zijn dan? Is dat Mane? Is dat Sadio Mane? Dat kan goed zijn dat dat Sadio Mane is. Dat laat 84 graden. Zit er een team in de weekends achter? Nee. Sadio Mane. Ja. Een 84, een 83 en een 76. Let's go. Oké, boys and girls. Hoylund heeft 3 doelpunten gescoord in deze wedstrijd. Waarin er 5 doelpunten zijn gevallen. Dus wij hebben 0-5 gewonnen tegen het team. Tegen de tegenstander. 0-5 is een heel goede uitslag. En we hebben alle wedstrijden gespeeld voor de rewards. We hebben mijlpalen, we hebben stadionmeesterschap, we hebben veldtrofee item. En we hebben twee pakketten nog. En 1 keer 75 plus en 2 keer 75 plus. Let's go. Dus we gaan eerst het ene pakket open doen. 75 plus eerst. 1 keer 75 plus en daar zit in. Center mid, Duits. Eigenlijk maar Premier League. Dat is hem dingen. Marochan. En nu de 2 keer 75 plus, let's go. En dat zit in. Weer geen balkout. CVM, Frans, Premier League. Wie zou dat zijn? Camara misschien? Ik weet niet. Ja, Camara, let's go. En Reinders, let's go. Oké, boys and girls. Natuurlijk hebben we nu 0 punten bijgekregen omdat we 12 wedstrijden al overschreden hebben. Maar, ja, boys and girls, ik heb 250 goals gescoord. Ik heb het stadionmeesterschap voltooid. En dan heb ik cosmetische Evo meesterschap heb ik. Deze Evo. En dan heb ik nog de 100k pakket. Ons eerste 100k pakket op deze in deze game. En
Ja, let's go. En we hebben nu dus... ik stel die voor pakket. Gewoon Wales. Niet veel boeiend eigenlijk. Visual effect doelpuntenpakket. Groen, vuurwerk. Let's go. Maaimachine pakket, geblokt cirkels. En nu ga ik zien, ja, ik heb al een preview pakket. En dat is in wat. En dan nog een premium zilver preview pakket. En nu 100k pakket. Zou het onze eerste wildcard zijn? Nee, geen wildcard. Centerback, Engels. Barclays Women Super League, dat is dingen. Riot, denk ik. Wel een 85. Willy Bright, dat is goed. Zit er iets anders in voor in mijn team? Bailey kan ik misschien in team zetten. Timber zou het kunnen. Ja. Oké. Millie Bright, gaan we die pakken? Nee, die pakt niet genoeg chemistry. We gaan gewoon Millie Bright pakken. Hier zitten we... Mane neer. Hier zetten we een bok neer. Hier zetten we Douglas Lewis neer. En hier zetten we Lucas Hernandez neer. Hier zetten we Eriksson neer. Hier zetten we Icardi neer. En hier zetten we... natuurlijk Thuram neer. Ik heb al een 82 rated squad. Natuurlijk ben ik, zoals jullie zien, met Spanjaarden aan het spelen. Ik ben dus bezig voor die Robert Sanchez en ik moet nog 5 potjes spelen daarvoor. Let's go. Winnen eigenlijk, dus ja, let's go. Oké, boys en girls, het is 11:07 ondertussen. En we hebben onze rewards van FC24 en daarna gaan we FC25 open doen. Dus eerst hebben we hier Elite 1 rewards. Let's go. 2 player picks. De eerste player pick zit. Skriniar. En de tweede player pick zit. Dan gaan we voor Xhaka gaan. Let's go. Dan hebben we nog 2 zeldzame spelerspakketten.
En in de eerste zit... Sommer, denk ik dat het is. Ja, Sommer. Let's go. En de tweede... Zeldzame spelerspakket zit... Argentijn, CVM... Dat is hier Rodriguez. En we zijn dus FC 24 geëindigd met 174k, bijna 175k. En nu gaan we de rewards van FC 25 open doen. Ik heb nog 3 uur en 31 minuten waarop ik nu kan spelen. Ik denk dat ik hier goud 2 op heb. Dus ik hoop dat ik hier wel een walkout of een team of the week of een walkout vrouw of walkout man, maakt niet uit. Maar ik wil een walkout oppikken. Dan zal het mijn eerste walkout zijn in deze video. Dus ja. Welkom to the club. Thanks, EA. Thanks. Oké. Okay. We zullen 3 waard maar eens openen. Hè. Het is nu 11 uur en. Nou, nee, 10 na 11, dus ja. Er zijn er wel verkocht op de transferlijst. Die ga ik allemaal straks of morgen of nog eens teruglisten. We gaan naar squad battles. We hebben goud 2. Omdat ik nog niet echt heel veel gespeeld heb. Veel gespeeld heb. Ik heb veel op semi-prof gespeeld natuurlijk. Eerst gaan we het 5x75 opdoen en naar dit in. Geen walkout. Spits. Dat is Suarez. En die hebben we dubbel, dus ja, die gaan we naar de transferlijst sturen. En dan een megapakket. Weer een walkout CVM. Dat is Ben Nasser, denk ik. AC Milan. Ja, dat is Ben Nasser. Weer een walkout gepakt deze week. Todibo kan wel in team. Dan hebben we nog een preview pakket, denk ik. Ah nee, toch niet. Dan beginnen sowieso met 13k zien wat de SBC's uit zijn. Dus ja, we hebben nog geen walkout gepakt, maar dat komt wel. Daar is doelstellingen. We moeten dat nog allemaal doen. Wat krijgen we als we... Wat krijgen we bij... Cosmetische Evo's. Dat is goed. Dus ja, we hebben een schotbeeld over. Ja, dat zijn er nog 9 dat we moeten doen. Bij 300 schotbeelds overwinnen krijgen we een 125k-pack. En wat is de volgende pack dat we krijgen? Twee keer 75 bij niveau 4. Ja, let's go. En deze was de video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Van FC 25 en een deel FC 24. Ja, we hebben rond 3 wards, Elite 1 van FC 24 en Goud 2 van FC 25. Ik wil jullie guys bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Nu vrijdag komt er ook nog een FC 25 video online, denk ik. Ja, komt sowieso een FC 25 video online. Ofwel een video waarin ik eigenlijk ga uitleggen hoe dat ik het zie. Bijvoorbeeld team of the year en zo.
wanneer ik ga beginnen. Ik ga beginnen sparen voor packs voor Team of the Year. Dus ik check jullie guys graag terug vrijdag bij een video. Ik weet niet welke video. We zullen nog wel zien. Ik ben nog niet zeker van wat voor video ik ga uploaden. Ik heb nog een paar dagen om wat te bedenken en te editen en zo. Dus ik check jullie guys graag terug vrijdag bij een nieuwe video. Kan zijn dat FC 25 is. Kan zijn zelfs dat de stream is vrijdag. Ik weet het nog niet. Maar ik check jullie guys vrijdag bij een nieuwe video. Ik laat sowieso nog een post achter na deze video. Wat ik ga doen vrijdag. Ofwel een video ofwel een stream. Dan gaat het een FC 25 stream zijn. Vanaf een uur of vier. Dus ja. Weet je wel, ik ga gewoon streamen vrijdag. Vanaf een uur of vier zijn we live. Tot en met 7 uur of zo. Dan ga ik ook naar jullie teams kijken. Ga ik ook jullie starter teams bekijken. Ga ik ook. Dus stuur allemaal jullie starter teams in. Stuur ze bijvoorbeeld op de PlayStation door. Dan kan ik reageren op jullie starter teams. En ja, in stream. Dus ja, ik check jullie guys vrijdag terug bij de eerste stream van FC 25. En dan check jullie guys vrijdag. Let's go. Bye bye. Yeah.